That's an aanvaller. That's forward player. In your best, they say. Ik ben Emir Bars, ik kom uit Helmond. Ik ben zelf 18 jaar en ik speel nu volgens mij mijn 10e of 11e jaar bij PSV. Ik speel toen ik 6 was, ben ik begonnen met voetbal, 5,5 eigenlijk. Ik heb toen bij Helmondia gespeeld, een jaartje, in de 3,5 jaar, F1,5 jaar. En toen ben ik gelijk gescout voor PSV. Deze nieuwe speelregels, zo geven de spelers zelf ook aan. Kan natuurlijk wel een rol spelen aan het einde van zo'n wedstrijd. Dit is Ineke. Zo, weer op dus de paas richting Bars. Dat is een goede paas. Dat is een goede goal van PSV. Emir Bars. Pas lekker voor PSV. Na een tweede helft waarin Kopenhagen veel en veel beter is eigenlijk. In één. Ja. Goede aanval. Mooie paas van Jesper. Voorsprong. En ik denk gewoon goed afgemaakt. Toen ik hier net kwam bij PSV, mijn eerste jaar was ik rechtsback. Was ik meer verdedigend en stap voor stap ging ik zeg maar richting middenveld en dan weer aanval. Dus eigenlijk ben ik wel hier steeds meer een aanvallende voetballer geworden. Ik was gewoon meer verdedigend ingesteld. Minder dribbelen, minder acties. Ja, want wat nu echt opvalt zijn die dribbels altijd. Ja, klopt. Hoe is dat zo gekomen? Was je altijd een goede dribbelaar? Ja, ik was op zich wel altijd een goede dribbelaar, maar als rechtsback zijnde probeer je wel altijd gewoon je taken uit te voeren. Dus kom je niet echt aan dribbelen toe. En op de trainingen kan je dat veel vaker laten zien. En zo ben ik eigenlijk meer een middenvelder aanvaller geworden. Ja, want hoe heb je die dribbel eigenlijk zo ontwikkeld? Veel trainen. Ja, echt veel trainen. En dan gewoon op de training of ook thuis op straat, met straat. Vrienden? Veel op straat. Ja? Ja, veel op straat. Ik speelde ook vaak met ouderen. Maar ik heb een broer, die is 7 jaar ouder dan ik. Ik speelde vaak met zijn leeftijden. En toen was ik 6, 7, hij was 14, 15. Ik deed met oudere mensen mee. En zo ben ik ook eigenlijk veel beter geworden. Oh, ja. Kost dat je sneller nog dan normaal een gele kaart. Het is lekker gespeeld door Bars. Ja, serieuze paas man. Wow, dit. Kost dat je sneller nog dan normaal een gele kaart. Het is lekker gespeeld door Bars. Mooi, dit publiek. Schot ruim over. Ja man, oh, dit. Deze heb ik niet gezien hè. Kost dat je sneller nog dan normaal een gele kaart. Nee. Het is lekker gespeeld door Bars. Ja, echt jammer dat hij hem niet afmaakt man. Ja, weet je wat het was? Er gebeurde weinig in de wedstrijd en je hoorde, iedereen was gewoon stil, weet je. En in één keer gaf ik deze paas en hoorde weer iedereen een beetje actief. Ja, gaf wel gewoon een goed gevoel, man. Toen ik naar PSV kwam, was ik volgens mij net 7 geworden. Dus was ik 7, zoiets. 7. Hoe was dat voor je? Echt heel spannend, maar je hebt niet echt door dat je echt bij een topclub bent, weet je. Je bent klein, je wilt gewoon voetballen. Ben je nog steeds de jongen die het veld op gaat met het idee van, ja, ik ga plezier maken? Ja, dat ben ik. Gewoon plezier maken, voetballen. Weet je, ik maak mijn eigen nooit zo druk om wat. Ik heb nooit spannend of zo, weet je. Gewoon voetballen.
Zo, dat is die goal. Bars. Kan PSV het overwicht in kansen doen hier omzetten in een echte treffer? Dat zou nu kunnen in deze slalom. Wat een fantastische goal zeg. Van Emir Bars. Je hebt geld teruggekeken, of niet? Ja, deze heb ik zo vaak gezien gisteren. Ja, wel een wereldgoal, man. Vandaag echt een mooie goal, ja. Ik score al vaak op zich. Weet je, ik ben ook een speler die veel dribbelt acties maakt, maar zo'n goal heb ik niet echt heel vaak gemaakt. Dat ik van ver zeg maar, 3-4 man passeer en dan nog buiten de 16 die wel goed kan schieten. Dit is wel echt een van mijn mooiste goals. Denk ik. Ik doe gewoon lekker mijn ding, weet je. Ja, kijk, mensen zeggen wel vaak dat ik zelfvertrouwen heb. Misschien wel iets veel, maar ik doe gewoon mijn ding, weet je. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is ja, bij een speler zoals jij. Uiteindelijk ben ik hier voor mezelf, weet je. Ik wil ook de top halen. En ja, daar heb je wel zelfvertrouwen voor nodig. Toch? Dat denk ik wel. Ja. Een manier om aan zelfvertrouwen te tanken is denk ik op een toernooi als de Otter Cup. Ja, klopt. Mooi toernooi, man. Ja, wat voor toernooi was dit voor jou? Ja, zeg maar, ik heb zelf aangegeven dat ik meer wou doen met de Otter Cup. En ja, het heeft goed uitgepakt, man. Ik heb 4 wedstrijden gespeeld, 2 goals, 2 assisten. Weet je, ging gewoon lekker, goed gespeeld. We hebben gewonnen. Beste aanvaller gekozen, dus ja, kon niet beter eigenlijk.